Oh, dat is best wel een leuk setting. Oh, dat is toch een leuke kamer. Zo? Ja. Maar nu lijkt ik waar jij bent. Ha! Asperger. Moet jij even zo smakken? Nee, dat ga ik niet doen. Doe nou even. Nee, maar ik heb geen lange nagels. Nee, maar weet je wat je moet doen? Dat is toch niet chill? Ja, zo. Kijk. Ah. Vind je het eigenlijk nu weer ongemakkelijk, net zoals vorige keer, of niet? Welke vorige keer? De allereerste keer dat we een Q&A deden? Nee. Sorry mensen, dat deden ze maar zo. Ja, dat is niet meer chill. Makkelijk, net zoals vorige keer, of niet? We hebben op Instagram vragen gevraagd. Vragen gevraagd? Ja, nou, dat hebben we wel gedaan. We hebben wel een vraag gevraagd. High five? Oh, eerste vraag, leuk. Hey. Is dat geen motief? Oh, welke? Zal ik de eerste vraag aan jou stellen? Ja. Wat vindt Isa van je huidkleren? En dan vooral de waarde ervan. Je huidkleren? Hyped. 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 Ik moet even letten dat ik niet zo ga praten. Wat zei je? Oké, huidkleren, wat vind je daarvan? Zeg maar dat ik dat koop ofzo. Dus dat is Supreme en zo. Ja, en Balenciaga gewoon. Gewoon en, dure kleren. Maar Balenciaga is designer. Ja, maar... Nou ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Nou, het verschilt een beetje. En waarom dan? Nou, maar deze vraag hebben we toch zelf... Die hebben we toch gewoon een keer behandeld? Ja, maar ik wil graag nog een keer weten. Misschien ben je wel van gedachten veranderd. Nee, het is nog steeds hetzelfde. Je moet lekker zelf weten. Maar soms denk ik wel, nou, dat is wel heel geld. Dat ga ik niet doen. Bij wat dan? Nou, in eerste instantie had ik dat bij je schoenen. Maar? Bij Balenciaga schoenen. Alleen daar ben je nu wel heel blij mee. Dus op zich. Aan de andere kant, hè? Mm. Oh, welke foto vinden jullie het mooiste van elkaar? Maar zeg maar dat we apart op staan of ja, met elkaar? Ja. Oké. Okay. Zit je weer naar een buis te kijken? Nee, volg je ook ik al. Ik zit helemaal niet naar je buis te kijken. Ik zit gewoon naar je uit te kijken. Nee, je doet zo. Je doet zo, hè? Zo. Dus recht. En dan in één keer zo. Helemaal niet. Je hebt hier wel buis. En hier. Ik ben net echt van voor buis. Yo, thanks. Nee. Maar dat heb ik altijd. In sorry. De... Nee, maar dat heb ik altijd... Oh, je likte bijna echt. Maar dat heb ik altijd bij... Nee, waarschijnlijk niet. Oké, ga ik nog een keer proberen? Dat heb ik altijd als het slecht weer is. Serieus, zonder grappen. Kun jij niet even iets meer omhoog gaan zitten? Want nu lijkt net dat ik echt een reus ben. Maar jij bent... Isa is 2 meter 10. Dat zou echt lelijk zijn als jij groter bent dan ik. Ja. Oh. Vind ik. Dat vind ik gewoon minder mooi. Ja. Mag ik dat? Dit. Dus dit stukje zien. Ja. Als je dat niet verwacht, dan is het vies. Doe even in het i'tje. Sapjes? Ja, wat vind je van sapjes met stukjes? Oké, in het i'tje. Linksboven. Ja, niet vergeten. Eigenlijk is het rechtsboven, maar wij moeten linksboven wijzen. Want het is tegenovergestelde richting. Daar. Ja, dus daar. Maar het is voor jullie daar, maar eigenlijk weer niet. Duidelijk. Mm-mm. Hé, hey, straks ligt alles in jouw bed, hè? Ik weet niet wie dat dan stommer vindt. Oké, maar we moeten dus even een foto uitzoeken, ja? Mm-hmm. Maar het mooiste. Mm-hmm. Oh, en mogen we alleen van Instagram kiezen, ja? Oké, dan ga ik nu even mijn opname aandoen op mijn telefoon. Oké, kies jij maar eerst bij mij. Ja, ik moet eerst kiezen. Ja, kies jij maar eerst bij mij. Ja, dan niet. Nee, je moet wel rechterop doen. Ja, is goed. Oké, kies maar eentje. Oké, nou, vroeger zou ik even naar die foto die ik vroeger altijd het mooiste van jou vond. Oh, die, ja. Die weet ik al. Maar nu niet meer? Jawel, maar je bent hier nu... Zo dat is wel een beetje lang geleden. Lang geleden nu, zeg maar. Nu zie je wel dat je al een stuk ouder wordt. Kijk, hier kun je echt een cutie. Ja, daar heb ik ook mooi haar. Ja, precies. Maar als ze zeggen van het, vanaf de zomervakantie, zeg maar, want dit hier vind ik je allemaal heel leuk. Thanks. Welke vind je dan allemaal heel lelijk? Oh, maar dat kwam door die pijl. Door die pijl. Kijk jouw haar. Ja, broer. Toen had ik zeg maar, alles was heel kaal. En toen had ik echt één zo'n stukje had. Ja, dat wist niemand. Nee, toen hadden we net één dag. Kijk. Dezelfde dag was dat. Dat was dezelfde dag gemaakt dan. Ah ja. Gaaf. Oké, maar ja. En deze heb ik ook gemaakt. Ja. Die maar, schoenen zijn al wel... ja, Don, geef ze nou eens een keer terug. Ja, joh, Don, geef mijn schoenen eens terug. Deze vind ik heel mooi. Ja? Deze vind ik wel mooi. Oké. Okay. Deze vind ik ook leuk. Oké. Okay. Maar je moet zeg maar de mooiste kiezen volgens mij. Ja, klopt. Deze. Deze. Oké, okay, deze. Dus ik vind het knappie. Alleen omdat ik naakt ben. Krijgt ook gelijk veel meer likes. Niet.
Deze was eerst mijn lievelingsfoto van Isa. Was in Curaçao. Op Curaçao. Op Curaçao, sorry. Maar ja, deze vond ik eerst het mooist. En nu, ja, deze. Ja, denk wel. Dat was Portugal. Oh, nee, Griekenland. Griekenland. Maar daar was ik ook mee, dus maakt op zich niet uit. Nou, dat is. En nu gaan we weer samen met elkaar op vakantie. Ja, waar gaan we heen? Kaapverdië. Eerst gaan we naar Kaapverdië. Waarom? Omdat de papa en mama van Quint 25 jaar getrouwd zijn. Ja, dus gaan we met z'n allen naar Kaapverdië. Dus D, Lars, Nika, Floris, mama, papa, Isa, Quint. Bumper gaat niet mee. Nee, dat kan niet. Want dat vinden we ook zielig als hij in het vliegtuig moet. Dat is heel koud. Hm? Dan moet je toch in het ruim. Ja, dan moet je in het ruim. Er zit geen verwarming, hè? Dan bevriest hij. Ja, dat vind ik dus heel zielig. Wat vond je van carnaval? Ja, heel leuk. Nee, dat is trouwens van Niels. Ik ken Niels. Niels kende mij niet, maar mij niet. Maar ik vond het heel leuk. Jij ook? Ja, maar ik vier al heel mijn leven carnaval. Ja, dit was mijn eerste keer, dus ja, was zeker leuk. Zullen we even meteen dat er ook weer uit de wereld halen? Hoe wij bij carnaval komen? Ja, is goed. Ik? Nee, wacht. Mijn moeder, die komt uit Limburg. En die zit vanaf de 19e of zo al bij een carnavalsvereniging. Daar zit ze nu nog steeds bij. En daar zat ze ook al bij, dus bij toen ik geboren werd. En toen liep ik altijd dat optocht mee. Ja. En toen, sinds nu 3 jaar of zo, want mijn beste vriendin woont daar ook. En daar ga ik dan altijd mee. Dus ja, dat. Gewoon carnaval vieren. En toen ging Quinn ook mee. Terwijl ik skivakantie en toetweek had. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Doorgaan. Wie is het meest irritant? Ik weet niet of jullie de afgelopen dagen de story kijken. Ja, je moet mijn story kijken. Maar hij laat me zo vaak struikelen. Of hij met een scanner doet hij zo in mijn gezicht, zeg maar. Van de oppie. Het is echt niet oké. Het is echt vet irritant. Maar ik hou wel van hem, hoor. Gelukkig. Maar ja, dat is wel waar. Ik denk wel dat ik het irritant vind. Dat was ook Rip Headphone Users. Oh nee, dat is zielig. Sorry. Wat vinden jullie mooi aan elkaar stijl? Aan elkaar stijl. Kledingstijl. Kledingstijl. Nou, af en toe zie je er echt uit als een shoenie. Nu. Ja. Kijk, ik heb een joinsbroek aan, maar hij is veel te kort. Nee, hij is echt veel te kort. Dat maakt niet uit. Hij heeft 2 verschillende kleuren blauw op elkaar aan. Ik had eigenlijk zwart aan, maar het was koud en ik had geen jas. Dus. Ja, ik, maar het was niet de vraag wat je stom vond. Nee, maar over het algemeen ziet hij er wel gewoon echt leuk uit. Tenminste, afgelopen jaar is het wel verbeterd. Ja, eerst niet. Daarvoor was het een beetje zwart-wit. Zeg ik nu. Ja. Juist, nou, maar dit is niet echt wit, vind ik. Dit is gewoon wit, hoor. Ik weet niet wat het dan is. Ja, nou, ik weet niet wat dat is, maar... Dit is crème. Ja. Dat had jij, dat valt wel onder de... Ja, ik snap het. Ik had wel veel wit, zwart en grijs aan. Dat klopt, heel veel. Maar nu niet meer. En lange t-shirts. Ja, heb ik ook niet meer. Van die jurken. Maar het was gewoon echt een jurk, omdat Quinn heel lang is. En best wel dun. En... Vooral toen 2 jaar geleden was je echt nog gewoon klein. Ja, maar jij, dus dat was een shirt. Ja. Zit je weer naar mijn puist of zo? Nee. Deze is echt goud. Wat waar? Kledingstijl. Oh ja. Nou ja, ik vind jouw kledingstijl ook leuk. Vooral zeker met vroeger vergeleken. Ja. Goeie uks. We zijn er gewoon allebei best op vooruit gaan. Ja. Nee, ik vind dat jij er wel altijd mooi uitziet. Behalve als je... in je appie kleren staat. Dat vind ik minder mooi. Ja, vind je dat niet zo mooi? Beter dan de jumbo. Ja, dat is wel waar. Wel beter dan de jumbo kleren. Ja, dat is waar. Wat vonden jullie eerst van elkaar? Nou, kut. Ja, makkelijk antwoord. Welk sport zit Isa? Tennis! Tennis? Ik ook niet. Maar je wil wel. Ik wil best op tennis, ja. Maar ik weet nog niet wat ik ga doen met voetbal volgend jaar. Want wat het is... mijn hele team gaat ongeveer stoppen, want die gaan allemaal studeren. En ik weet niet of ik dan nog wel wil voetballen. Jij gaat ook studeren. Mhm. Maar wel dichtbij. Ja. Hier. Ja jongens, ik ga hier nou niet stoppen met school. Echt niet. Echt niet waar. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Deze zijn denk ik echt al een miljoen keer beantwoord. Bijna 5 jaar. Ja, want we zaten bij elkaar in de klas in de eerste. Nee, wacht, ik ken elkaar al 5 jaar, bijna 6 jaar. Gaaf. Best leuk. We mochten elkaar altijd zo in de eerste. We hebben elkaar ontmoet op de kennismakingsmiddag. Ja. En dat is bijna 6 jaar geleden. Ja, dat weet je allemaal. Ja. Kinderen, jongens. Ik ben 16. Ik ben 17. Dat zijn dan niet echt... Ja, ik zou ooit wel kinderen willen, maar ja. Doe bij mij. Ik hoop het wel. Daar ga je wel voor, hè? Ja, waarom plaag je Isa zo vaak?
Kijk, wacht, jongens, dit moet je horen. Wacht, doe heel even. Eén keertje. Als je iemand op zijn voorhoofd staat, spreek je. Ik moet niet tegen mijn bril slaan, want dan zie ik niks. Grapje, ik sla nooit, Isa. Ik struikel wel altijd, Isa. Zo, ik zie helemaal niks, hè? Je plus 4, man. Van dichtbij zie ik wel iets. Ja, ook. Maar waarom plaag je ze? Ja, weet niet. Dat is gewoon soms. Vind ik leuk. Dat hoort erbij. Wie is het snelst jaloers? Ik denk ik. Ja? Ja, denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Nou, maar misschien ben jij wel eens jaloers, maar jij laat het minder snel merken, denk ik. Nou, ik laat het ook niet echt merken, hè? Maar ik ben niet per se jaloers op het feit dat als je bijvoorbeeld met een jongen zou chillen. Maar meer zo van, dan ben je ergens en dan wil ik eigenlijk ook mee. Dat ik mee wil doen. Gewoon mee wil chillen ofzo. Gewoon graag aandacht. Van jou, ja, dat klopt. Raar, hè? Ik eigenlijk aandacht wil van jou. Maar ja, ik denk ik, hè. Ben je eigenlijk ooit jaloers? Eigenlijk niet echt, hè? Nee. Valt wel mee. Hoeveel paar schoenen hebben jullie? Nou, dat is een goede vraag. Quinn heeft er net achtergegeven. Helemaal niet, dat moet je niet zeggen. Oké, ik heb denk ik 30 paar schoenen. 30? Mhm. Jij? Trouwens, jij hebt ook gewoon een paar gekregen, joh, stomkop. Ja. Hoe zit het met slapen bij elkaar of gewoon elke dag elkaar zien? Nou, we slapen wel bij elkaar, maar niet elke dag. Nee, alleen weekend. Ja, door de week slapen we niet. Heel soms als dat moet. Ja, maar het is echt 2 keer brunchen. Ja, 2 of 3 keer. Dus dan zou dat bijvoorbeeld handig uitkomen of zo. Maar voor de rest alleen in het weekend. Ja, en dan gewoon wel bij elkaar. We hoeven niet apart te slapen. Nee. Nee, jij mag op de kamer met mijn zusje. Ja, op de grond. Ja, iemand vraagt wat waar onze eerste date was. Maar dat hebben we nooit echt gehad. Nee, maar we hebben nooit zo gezegd van, joh, zullen we samen naar de film gaan? Nee, en als maar wij waren altijd al heel, zeg maar, voordat wij kregen, waren wij heel goed bevriend. Dus, ja, dus dan gaan we ook niet echt, dan is het ook niet zo van, opeens ga je dan op date. Dat voor de eerste keer of zo. Is langzaam, zeg maar, veranderd. Wat vindt Isa van je setup? Daarmee bedoel je, zeg maar, met de computer en zo. Ik weet wel wat de setup is. Ja, jij wel, maar voor de mensen, hè? Oh, ik dacht dat je tegen mij nee, ging jij snapt wat de setup was. Nou, dat boeit me echt niet. Maar vind je dat dan niet bijvoorbeeld zonde of zo? Nee, want het is je werk. Dus daar denk je al van, dat is juist al goed. Nou ja, je hoeft er niet meer geld. Soms een beetje misschien te overkill of zo. Ja, precies. Kijk, sommige dingen hoeven niet echt. Zoals? Ja, die Stream Deck. Ja, die kan ook zonder. Ja, maar die heb ik gekregen. Maar wat heb je niet gekregen van je set? Ja, ik heb best veel dingen zijn wel gekregen of geleend van Enzo bijvoorbeeld. Daar had ik wel een beetje geluk bij. Maar inderdaad. Nee, maar ik hoef hem ook niet. Zeg maar, ik denk nu niet. Ik wil nog veel aan verbeteren ofzo. Maar heb jij eigenlijk iets waar jij van denkt dat ik, waar ik veel geld aan uitgeef? Nee, ik vind juist dat je soms juist minder te sloom geld. Ja, ik ben echt zo kritisch. Ja, zeg maar, dan vindt ze iets wel leuk. Maar dan denk je, ah, het is toch nog lang geen zomer bijvoorbeeld. En dan laat je het liggen. Of bijvoorbeeld, dan ga je de hele tijd opzoeken waarom je het niet zou kopen. Terwijl, waarom zou je het niet gewoon wel kopen? Ja. Maar ik vind dat deze video te veel over geld gaat. Dus we gaan niet doen. Oh. Ja, we hebben echt veel over geld. Hoe gelukkig ben je in het leven? Ik? Hè? Ja. Maar ik denk wel dat ik zeg maar op een beetje een hoogtepunt zit of zo. Het ligt er wel een beetje aan, want kijk, zeg maar, als ik het minder druk heb met school, voel ik me wel sneller gelukkiger dan als ik drukker ben met school. Maar ik vind dat jij wel een goede toevoeging erbij was. En daarbij gaat alles gewoon chill, alleen ik vind dat ik iets te weinig upload. Gewoon qua YouTube en zo. Dus ja, op zich eigenlijk best goed. Alleen als we zomervakantie hebben, gewoon geen stress van school, denk ik dat ik me wel nog gelukkiger zou voelen dan dat ik nu voel. Ja, maar zeker niet ontevreden. Je moet natuurlijk gewoon nog je eindexamen doen. Ja, dus gewoon nog even strijden. Nu is het nog heel druk, dus daardoor kan je ook minder uploaden en zo. Ja, dus dat is een beetje vervelend. Maar ja, ik voel me gewoon chill. Goed. En jij? Ik ben blij. Ja. Kom ik met de antwoord van 6 minuten. Jij zegt, ik ben blij. Is dat erg? Nee, maar weet je wat echt kut is? Als iemand zegt je zo, ja, hoe was je weekend? Ja, leuk. Ja, wat ging je doen? Ja, niks. Zo, dat is echt kut. Maar dan ga je op jezelf wonen. Ik, ja, ik heb eigenlijk niet echt een idee of zo. Zeg maar, het hoeft niet nog per se heel lang te duren. Maar het is ook niet dat ik per se weg wil of zo. Zo, moet je even gapen? Ja, dat is een beetje saai verhaal. Nee, grapje. Grapje, ratje! Ja. Kijk, hè.
Jullie zien niks achter de camera hoor, maar jullie zien alleen bijvoorbeeld dat ik haar pest op Insta, maar zij kan er ook wat van, hè? Ja, maar dat moet toch ook? Anders word ik helemaal de grond ingeduwd. Laat ik helemaal over meelopen. Ja, dat is waar. Wat? De ouders van Quinn. Maar dat is echt wel... Dat was zo grappig. De eerste keer dat ik... Dat was zo grappig. Over de eerste indruk die ik had van de ouders van Quinn. Maar dat is dus echt al best wel lang geleden. Dat was in de tweede. En toen was het echt zo... Dat was in de tweede. En dat was best wel ongemakkelijk, want ik was toen 13. Dat was sowieso best ongemakkelijk. Ja, ik was 13 toen. Ja. En toen gingen we naar binnen. En toen waren we met nog een vriend van Quinn en nog een vriend van mij. En wij waren met z'n vier een soort van vriendengroepje. Gewoon aan het chillen alleen. Ja, gewoon aan het chillen. Dus we hadden net die laatste vriend opgehaald bij de bushalte. En toen stond hij helemaal te praten met de ouders van Quinn. En Quinn stond te praten met Dane en zo. En ik stond daar echt zo van... Samen met die vriendin zo, oké! Wat gebeurt er allemaal? En ik had me wel al voorgesteld, was mijn ouders. Ja, dat was best grappig. Ja, ik heb je wel gevraagd. Maar toen was het dus leuk, want toen gingen we daar eigenlijk nooit meer mee chillen of zo. Nee. En toen in de vierde, dus 2 jaar later, toen gingen we weer chillen. En toen kwam hij zeg maar weer echt bij mij. Ja, maar toch? In de derde heb ik ze ook nog gezien, toen met klasfeest. Ja, maar had je toen en niet toen het gevoel... toen heb ik wel nog heel veel met je moeder gepraat, volgens mij. Had je toen niet echt het gevoel dat je dacht van, moet ik me opnieuw voorstellen of zo? Nou ja, dat vond ik... Nee, bij ouders niet, maar bij je zus had ik dat wel. Ja, oké. Okay. Maar dat heb ik nooit gedaan. Nou, ja, dat. Ja, wel, trouwens, Nika heb ik me nog een keer voorgesteld. Nee, daar heb ik me nooit aan voorgesteld, maar daarvan wist ik wel wie ze was. En... Maar andersom niet. Maar D was ook mijn brugklasmentor. Ja, dus die was toen zat die ook nog bij ons op school. Ja. En ik bij jou, ja, het was... voor mij was het niet zo heel lastig. Maar toen was ik ook al wat ouder, hè, toen ik jouw ouders zag. Ja, dat was vorig dan jaar. Dan gaat alles wat makkelijker. Dat was gewoon vorig jaar, toen was je 16. Ja, gewoon hoi! Ik ben Quinn. Ik ben Quinn. Hoi, Bas. Zo grappig dit verhaal. Kom even vertellen. Ik? Ja, vertel maar even. Oké. Okay, nou, ja. Ik wil het vertellen ook. Oké, okay, Quinn mag vertellen. Nou, we gingen naar de Jumbo, want we gingen volgens mij bakspullen halen. We gingen ontbijt halen. Oh, we gingen ontbijt halen. Dat was die keer dat jij had gezegd, we gaan ontbijt halen en toen was het vergeten te halen. Oh ja. Volgens mij wordt deze video echt 3 kwartier, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, ik knip wel eruit dat het niet leuk is. Maar in ieder geval, wij gingen dus ontbijt halen bij de Jumbo. Ja. En toen was ik dus samen met Isa en toen kwamen we Bas tegen. Maar Bas die was echt Bas van Enzo. Ja, en Bas die was al best wel vaak bij ons gewoon geweest. Ja, die had ik gewoon al gezien. Die had ik al een keer een handje gegeven. Ik was ook een keer bij Enzo geweest en was hij er ook volgens mij. Ja. Dus ik had hem gewoon echt al een aantal keer gezien. Ja, en toen kwamen we hem tegen. Dus ik zeg zo, yo man, en even kletsen. En toen deed hij echt zo, hoi, ik ben Bas of zo. Dus hij ging zich weer aan mij voorstellen, maar ik was totaal in de war. Want van ik dacht, wat? Maar ik heb hem al, nog zo... Ik heb me al een keer bij jou voorgesteld. En dus, ik weet wel lang wie jij bent. Dus hij, zou... ja, hij was het gewoon vergeten. Dus omdat ik zo in de war was dat hij zich ging voorstellen, zei ik... Hoi. Hoi. Bas. Je zei hem gewoon na. Ja. Maar echt zo, hoi. En toen wacht hij echt ziek lang. Toen Bas en toen begon je heel hard maar te lachen. Niet van hoi Bas, zo van hoi Quinn. Maar gewoon hoi Bas, alsof ik Bas ja. Was. En nu is het nog een leuk verhaal, want het heeft ze al een keer eerder gehad. Echt? Ja, maar niet met Bas. Oh nee, ik ging een keer naar een vriendin. Ik ging een keertje, we hadden een verjaardag bij, nee, kerstdiner bij een vriendin. En ik ging me voorstellen aan die moeder. En voor mij stond een vriendin van mij, dat was Marit. Dus Marit ging zich zo voorstellen aan die moeder van die vriendin waarvan we dat feestje hadden. Zo lekker lang. Goudvis van de moeder van de oom van mijn beste vriend van de buurvrouw. Hoi! Dus ik stel me zo voor. Marit zegt zo, hoi, ik ben Marit. En ik was even in mijn eigen wereld. Dus ik zeg, hoi, ik ben Marit. En die moeder kijkt me zo aan en die zegt zo, ik wist niet dat er 2 Marit waren. Dus ik zeg zo, ja, ik weet eigenlijk ook helemaal niet. Dus toen heb ik me nog een keer voorgesteld. Toen zei ik, oké, even opnieuw. Hoi, ik ben Isa. Ja. Ja, dat was best grappig. Maar ja, ik kan gewoon heel erg in mijn eigen wereld zitten. Ja, nou dat was het. Ja. Dat waren 2 leuke verhalen van het voorstellen. Hopen dat jullie er ook om me konden lachen. Ja, nu blauw duimpje. Duimpje omhoog. Abonneer je beneden. Volg mij, volg Isa niet op Instagram. Ze accepteert je toch niet, dat is op zich. Nu kom ik echt maar over als een stukje. Dat is grapje. Dat is niet erg. Nee, Isa, de account staat dicht. Want iedereen vraagt het ook, waarom staat hij niet open? Maar ja, weet niet. Gewoon, hij staat gewoon dicht. Hij staat gewoon dicht. Ja. En het moment komt vast ooit wel dat misschien. Het open gaat. En anders niet. En anders niet. Maar we gaan er geen big deal van maken. Nee. Hij is gewoon dicht. Peace.
Pies. We zitten in de verkeerde. Ik zit bij de verkeerde YouTuber. Dikke vette Pies. Nee, dat gaan we niet. Nee, natuurlijk gaan we dat niet. Maar gaan we afsluiten? Ja, zeg maar doei. Nee! Doei! Wel abonneren. Liken. Subscribe. Hetzelfde. Reactie achterlaten. Reactie achterlaten, als het kan. Als het kan, want mijn reacties doen het niet. Ik niet zo tennissen. Ik niet.